Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Ik heb vandaag weer eens voor de verandering een kledingshopvlog. En als jullie me wat langer volgen, dan weten jullie dat ik best wel moeilijk ben met kleding. Dus het feit dat ik volgens mij, ik denk 1 of 2 keer per jaar zo'n grote aankoop doe, dat is voor mij al een ding. Maar ik had echt even heel hard kleding nodig. En dat zal ik zo uitleggen waarom. Dus mochten jullie geïnteresseerd zijn in deze video, blijf dan zeker even kijken. Als jullie mijn hele persoonlijke update van de laatste hebben gezien. Als jullie die uitgebreide video helemaal tot het einde hebben bekeken. Dan hebben jullie waarschijnlijk ook meegekregen dat ik op dit moment zwanger ben. Dat is al redelijk ver. Ik ben op het moment dat ik het film ben ik al iets over de helft. Het punt is alleen, op het moment dat ik het film dan heb ik net vakantie achter de rug. En eigenlijk, nou ja, morgen ga ik weer naar mijn werk. Alleen op mijn werk weet bijna niemand het nog. En heb ik bewust natuurlijk stilgehouden. Het wordt alleen heel moeilijk om dat te verbergen. En ik weiger echt dit keer om gewoon aparte zwangerschapskleding aan te schaffen. Ik probeer het zo lang mogelijk uit te stellen. Ik heb nog wel 2 spijkerbroeken liggen. Van eentje heb ik tijdens mijn derde zwangerschap gekocht. Dat heb ik niet gebruikt. Maar goed, die heb ik liggen. Gewoon een standaard zwarte spijkerbroek. Een positie spijkerbroek. En de andere die komt echt nog vanuit mijn allereerste zwangerschap. Dus die is echt al ruim 8 jaar oud. Maar die is nog steeds is mijn lievelingsspijkerbroek. Maar goed. Voorlopig is dit alles. Ik zat ook laatst te kijken naar een hele kledingpakket op Marktplaats. Van die zwangerschapskledingpakketten. En ja, die kan je natuurlijk gewoon in eigen maat halen. Maar ik wel werd echt helemaal overweldigd toen ik zag wat er allemaal in zat. En ik dacht, ja weet je, er zit gewoon de smaak van iemand anders in. En het is gewoon voor mij al sowieso, ja ik weet niet. Ik vond het een heel ding. Dus wat ik ga proberen deze zwangerschap is om zo lang mogelijk gewoon normale kleren te dragen. En op zich, ik hou echt van die flared broeken, zeg maar, van die elastische banden, zo, daar hou ik sowieso van. Dus tot nu toe lukt het me redelijk aardig. En zelfs met de jurken en zo, want het is natuurlijk nu echt een beetje jurken weer nog steeds. Dus ja, het lukt me best wel aardig om gewoon normale kleding te dragen. Het punt is alleen, ik ga denk ik van de week, of misschien binnen nu en 2 weken, zeg maar, aan alle collega's vertellen. Maar het moet niet zo zijn zo van dat ik morgen binnenloop, dat ik gewoon met mijn best wel aanwezige buik, zeg maar, ben. Ja, dus dat moet nog een beetje subtiel zijn. Dat is mijn doel. En over mijn buik, deze zwangerschap sport ik zo goed als niet. Dat is gewoon zo. Maar ik moet zeggen, het is dit keer, ik vind mijn buik echt, de ene moment vind ik mijn buik redelijk nog bescheiden. Ik weet niet, gezien het aantal zwangerschappen, want het is natuurlijk niet mijn eerste zwangerschap. En andere momenten, dan vind ik het echt zo'n plofbuik. Maar goed. Dus het is maar net, ja, wat ik draag, of ik zit of ik sta, of het aan het einde van de dag is of niet. Ik heb dus, wat ik heb gedaan, ik heb bij Weekamp een aantal dingen besteld. Er zit ook 1 paar schoenen in, maar met name dus heel veel kleding. Gewoon op de gok, ook redelijk op de gok. Aan de andere kant zijn wel allemaal items, jurkjes en zo, waar ik normaal ook van hou. Dus ik ga het samen met jullie passen. We gaan kijken of ik het ga houden, of dat echt wat voor mij is, of dat mijn gok geslaagd was. Ik heb best wel kritisch gekeken, ik had in eerste instantie veel meer in mijn mandje, maar ja, laten we gewoon, dit was een redelijk lange introductie, maar goed, ik ga dit gewoon openmaken. Ik zie meteen deze doos en die ga ik meteen met jullie openmaken. Ik ga hem denk ik iets later passen bij een van de outfits. Maar dit is gewoon van Graceland. Dat is het merk van haren. Ik vind Weekamp over het algemeen, ik was vroeger veel meer van Zalando en zo. Maar ik vind Weekamp de laatste tijd gewoon een hele fijne basic kleding hebben. Maar ook gewoon mooie items en op zich best wel hele goede kortingen. Maar dit zijn dus ballerines. Oh, ik vind ze eigenlijk in het echt nog mooier dan ik had verwacht. Kijk, dat zijn de mooie ballerines. Ik hou, ja, ik weet niet. Het is volgens mij zo enorm 2015 of zo, de ballerines. Maar ik hou er gewoon nog steeds van. Ik had laatst een hele goedkoop paar bij Kik besteld of gekocht. En dat was echt zo'n 6 euro of zo. En dat zooltje, dat is zo verschrikkelijk. Dat is zo vreselijke kwaliteit. Dat blijft er ook constant uitkomen. En constant die lijm wat je, zeg maar, wat het bij elkaar zou moeten houden. Dat voel je aan de onderkant van je voeten. Dat is echt. Dus ik dacht, ik ga nog steeds een betaalbaar ballerina bestellen. Maar gewoon eentje die net wat, als het kwalitatief wat beter is. Ook een, ja, ik weet niet of ik per se fan ben van zo'n aanwezige zool. Maar aan de andere kant, het maakt het ook echt een schoen. Want meestal hebben ballerina's echt een hele platte zool. Maar, en dat randje hier, ik zat er eerst over te twijfelen. Maar ik vind hem gelukkig niet al te opvallend. Dus ik denk dat dit best wel, het is gewoon een soort van, ja, soort nep suede.
Ja, ballerina. Dus ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Ja, nee, ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ga het zo meteen passen. En dat is natuurlijk met alle jurkjes en zo. Dat is voor mij echt de ideale schoen. En ik vind het oprecht heel leuk. Nou zie ik hier iets kleurrijks. Volgens mij heb ik ook echt... Normaal ben ik natuurlijk hartstikke van het alles zwart zwart. Daar probeer ik steeds meer vanaf te komen. Nou is dit niet de meest, nog steeds niet de meest kleurrijke garderobe ever. Maar het gaat ergens komen. Oké, dit is een blouseje van Wee. Oeh, die is doorschijnend. Maar ik hoop dat dat in het echt nog redelijk zal meevallen. En deze was geloof ik in de sale. Ik geloof dat de meeste dingen in de sale was. Ik geloof dat ik er uiteindelijk ook echt iets van de helft mee bespaard heb met alles bij elkaar. Dus wat volgens mij ook nog eens korting bovenop de sale. Misschien moet er nog wel iets onder. Ik weet niet, misschien valt het ook wel mee. Volgens mij lijkt de camera veel meer doorzichtig dan wat die is. Maar het is in ieder geval met ruches. Ja, als ik het zo aan ga doen, dan ik denk dat jullie dat wel mee gaan krijgen. Ik hou er wel van. Ik hou sowieso van blouses de laatste tijd. Niet alleen omdat ze gewoon een beetje vrij zitten, maar ja, ik weet niet. Ik vind het vrouwelijk en vaak heeft het een V-hals, wat mij sowieso over het algemeen beter staat dan zo'n ronde hals. Maar ja, ik hou ervan. En de kleur is gewoon, ja, mooie bloemetjes. Ja, niet te veel bloemetjes, want echt te veel bloemetjes. Ja, het geeft een beetje mij een soort van tuttige uitstraling. Daar hou ik niet van. Maar dit is wel chic. Ja, dus die gaan dus ook passen. Oké. Wat ik dus wel echt heel jammer vind. Hij is wel echt doorzichtig, ja. Ja, je moet er echt een topje of iets onder doen. Maar ik moet zeggen, hij is voor de rest gewoon prima. Dat ruche hier en zo, dat het helemaal doorloopt tot aan de mouwtje. Dat vind ik wel heel mooi. Dat is helemaal mijn ding. Dat V-halsje vind ik mooi. Het zit nu, kijk, ik heb hem nu met zo'n, ja, zo'n broek waar ik het op zich niet eens zo bij verkeerd vind. Ook al is het bruin, ja, kan je niet. Ja, en je ziet, dat bedoel ik van, ik kan het eigenlijk nauwelijks nog verbergen. Maar goed, dat hoeft op zich ook niet meer. Ik had liever gewild dat hij wat meer dekkender zou zijn. Ik ben een beetje zeikerig misschien, maar dit zou ook wel iets verfijnder kunnen zijn. Maar ja, nee, dit is eigenlijk gewoon een goed basic dingetje wat je eigenlijk bij van alles nog wat aan kan. En misschien als ik mijn haar losgooi dan dat het nog net wat leuker staat. Kijk, en daar is ook weer dat ruche en zo dat er zo doorloopt. Dat vind ik echt wel schattig. Daar hou ik wel van. Ja, nee, dit is wel mooi. Het is niet helemaal 100%, maar aan de andere kant, dit is eigenlijk wel precies wat ik ervan verwacht had. Behalve dat ik hem iets minder doorzichtig had gewild. Maar goed. Dat is wel goed voor de rest. Volgende item. Deze was uit Weekamp en Miljuska collectie. Miljuska die heeft wel vaker van die zwierige jurkjes en zo in de collectie. Ik vind ze over het algemeen heel prijzig. Dus ik was blij dat deze, die was echt iets met 50% korting geloof ik. En ik had echt allemaal reviews gelezen. En die waren heel positief. Ze had echt meerdere jurken waarvan ik dacht, oeh, zeker in de sale vind ik het echt de moeite waard. Ik weet niet of ik helemaal de fan ben van kwaliteit moet ik zeggen. Want ik zit er echt... Het is een soort, ik heb bewust echt gekeken dat ik niet zo'n stom polyester jurk of iets dergelijks, weet je. Want dat vind ik qua kwaliteit, ik vind tegenwoordig kwaliteit best wel heel erg belangrijk. Maar dit was het niet, ik weet even niet meer precies wat het dan wel was. Maar ik weet niet helemaal of ik de fan ben van kwaliteit. Maar misschien als ik het zo aan heb, dan is het hartstikke lekker. Maar kijk, het is eigenlijk gewoon een simpel jurk en hier zit zeg maar zo'n elastiekje hier. Ik hoop dat het elastiekje bij mij net boven de buik komt, want het is voor nu even heel handig. Daarom heb ik een soort van op de gok gekocht. Maar ik vond vooral de kleur. Ik hou van deze kleur. Ik hou van bordeaux, dat is echt maar een van mijn lievelingskleuren. En ik vind het heeft een beetje een soort van ruitjespatroon. Ja, dat kun je denk ik wel zien. En het is op zich, het is een zware rok. Daar hou ik van. En van die dunne, zeg maar, mouwtjes. Ik denk als ik hem zo aan heb, dan zal het wat meer tot de verbeelding spreken. Maar ik ben benieuwd. Dit is echt eentje die je aan moet hebben voordat je überhaupt kan beoordelen of het leuk is of niet. Dat is de jurk. En oprecht, ik vind nog steeds dat het heel veel stof is op een of andere manier. Ik weet niet. Ja, op zich, nu ik hem aan heb, valt het ook wel weer mee. Maar ik vraag me dan alleen af, gaat het zo'n zweetjurk worden of hoe zit het? Nou, wat ik dus daarvan online heb gelezen is dat mensen de kleur te saai vonden. En ik vraag me echt oprecht af of dat het over deze kleur gaat. Want ik hou van deze kleur. Maar dat is een hele simpele jurk. Maar het heeft op zich wel echt alles wat ik zeg maar in zo'n jurk zoek. Kijk, en als ik me omdraai. Ja, ik weet niet, het slaat nergens op mij. Dit is nog een soort van... Als ik mijn buik zo inhoud. Nou ja, weet je, hier hou ik van. Dit is gewoon een soort van... Ja, nee...
simpel jurk. Hij moet alleen wel echt, hij heeft echt gewoon strijken nodig of stomen of whatever. Ik heb geen stomenpraat, maar strijken zou hier op zich niet verkeerd bij zijn. Maar het is een mooi jurk. En gelukkig dat ruitjespatroon, zeg maar, dat is ook niet te veel zichtbaar. Dat elastiekje, dat zit dus ja, eigenlijk bijna op de buik. Het zit net erboven, dus misschien accentueert het ook een klein beetje. Maar nou goed, nogmaals, maakt niet uit. Ja, ik hou er wel van. Ik moet er heel even aan wennen, maar dat moet ik wel meteen zeggen. Een soort van, omdat het nogmaals redelijk veel stof is. Het is niet per se een soort jurk wat ik nog in mijn kast heb. Ook al heb ik heel veel jurk in mijn kast. Maar heel veel stof, dat is inderdaad eigenlijk gewoon de beste bescherming voor deze jurk. Deze, ja, die stond echt best wel heel erg lang op mijn wishlist. Of ja, tussen de dingen die ik al eerder had aangeklikt dat ik ze leuk vond. En ik dacht nu van, oké, ik ga het gewoon kopen. Zeker omdat het ook weer behoorlijk in de sale was. En deze is van het merk Cash Cash, denk ik. En het is gewoon een hele vrolijke kleur. Ik vind hem nu een beetje koningsdagachtig. Maar ik dacht, ja, ik heb gewoon veel van die, ook van die rokken en zo, die een beetje ja, bij deze kleur zouden passen. Dus ik had een soort van ook gekocht voor bij mijn huidige garderobe. Maar ik vind hem wel erg oranje, denk ik. Ik weet het niet. Maar misschien valt het ook wel mee. Ik bedoel, oranje, ja, ik had hem iets meer geel, denk ik, verwacht dan echt oranje. Maar hij is echt oranje. Maar misschien valt het wel mee. Het heeft van die mooie mouwtjes, zeg maar, met hier van die, ja, het heeft een naam, hoe dat heet. Maar een soort van die gaatjes. En voor de rest, ik zat eerst even te twijfelen of dit ook een soort van doorzichtige gaatjes zouden zijn. Maar die stipjes, die zijn, ja, dat zijn gewoon echt stipjes. Ja, ik weet niet, ik vind het wel mooi. En het is gewoon een zwierig, ja, blouseje, topje, ik weet niet precies. Oké, dat is het topje. Hij is heel oranje. Hij is echt heel oranje, maar ik vind hem denk ik wel vrolijk. En zeker nogmaals als ik hem, ja, misschien niet met deze broek combineer, maar wel met een fleurig rokje, zeg maar, waar ook zo'n kleur in voorkomt. Ik zat even heel snel te zoeken naar een voorbeeld, maar goed, dat heb ik even niet bij de hand. Misschien heb ik helemaal niet zo'n rok. Ik vind hem heel simpel, hij was ook helemaal niet duur. Dus ik denk dat ik om die reden nogmaals dat veehals zit, vind ik sowieso leuk. Dat ik hem om die reden ook gewoon blijf houden. En op zich, het is gewoon een simpel ding. Ik kan er ook iets overheen gooien. Ik kan hem ook zo. En het is gewoon een, noem je dat? Ondanks de felle kleur vind ik hem redelijk oké uitzien. Je moet er alleen echt lichter BH en zo onder doen. Nou ja, ik vind hem op zich wel oké. Nu zit hij best wel strak hieromheen natuurlijk. Maar voor de rest is die redelijk gewoon losjes, denk ik, normaal. En ik wilde bewust van de kleren kopen, uiteraard, die ik ook gewoon daarna makkelijk kan dragen. En dit is, ja, dit is nogmaals simpel, maar moet je ook wel weer een beetje strijken. Maar ik vind het wel leuk. Ik kon het ook niet laten, maar ik heb nog zo'n flared broek besteld. Ik kan nooit genoeg van die flared broek hebben. Deze specifieke kleur heb ik nog niet echt. Ja, ik heb hem wel met een patroontje, maar dit is dat ik dacht van, en ik hou van dit stofje, echt. Gewoon een beetje, ik heb nu ook een beetje hetzelfde stofje aan, maar dan iets dunner. Ik vind deze nog redelijk dik, maar goed, maakt niet uit. Dit is van Mango, ook nog eens. Echt super lang geleden dat ik iets bij Mango heb besteld. En deze is trouwens ook best wel wijd aan de onderkant. Dus ik ben benieuwd. Kijk, dit is echt een, op zich wel een mooi stofje. En volgens mij ook redelijk, hoe noem je dat? Dat hij niet doorzichtig gaat zijn of wat dan ook. En een simpele broek, wat eigenlijk bij van alles nog wat kan. Dus ja, echt ja, zin om deze te passen. Oké, de broek. Heel eerlijk. Ik weet niet of ik er zo'n fan van ben. In eerste instantie dacht ik van misschien past hij maar straks niet. Maar op zich, de band is best wel hoog. Dus daardoor past hij wel. Hij accentueert een en ander achter. Daar hou ik niet van. Maar aan de andere kant, met een wat langer topje, zeg maar. Niet per se deze. Dit vind ik dan wel weer geen succes. Maar gewoon met een langer topje of een blouseje of zo. Is het misschien wel leuker, maar ja, ik weet niet. Ik vind deze streep hier ook niet zo heel mooi. Dat wordt nog net niet een camel toe. Het is een twijfelgevalletje. Ik had hem eerlijk gezegd iets mooier verwacht. En zeker omdat het Mango is. Misschien is dat ook wel de reden waarom ik al langer niet meer bij Mango heb gekocht. Ja, ik weet ook niet of dat hij echt iets voor mijn figuur doet. Dat is het. Want normaal ben ik veel meer van de skinny, zeg maar, dingen. Of in ieder geval dingen die echt iets minder flared zijn. En dit is, ja, behoorlijk flared. En volgens mij is dit de laatste item die ik heb gekocht. En dit is volgens mij een jurk van Imagine. Oh ja, dat Imagine, dat heeft best wel ook hele mooie jurken.
Dus ik had er een paar inderdaad op het oog. En dit is een wat langere jurk. Dus dat is sowieso wat, vind ik leuk. En het is een soort van, ja, een beetje dierenprint. Maar ook weer niet helemaal open. Dus ik hou sowieso van tijgerprint, dat soort dingen. Het enige, want ik heb natuurlijk reviews gelezen. Dat wat mensen vonden, is dat ze, zeg maar, dat de Russen hier, zeg maar. Ik kan het niet zo heel goed zien. Maar dit vonden mensen een beetje, uiteindelijk in het echt een beetje goedkoop. Ik vind hem behoorlijk meevallen. Maar goed, ik ga hem passen. Dit is echt zo'n hele ideale jurk voor nu. Ik hoop alleen dat hij niet te strak gaat zijn. Maar ik vind hem, ja, het is gewoon een hele simpele stof. Gewoon, volgens mij is het katoen of iets dergelijks. Gewoon een luchtige, maar ook wel een soort van, hoe noem je dat? Een redelijk stevige stof. En het heeft een kort mouwtje. Dus dat is ideaal voor het weer van nu althans. Ja, ik ben echt heel benieuwd. En het heeft, zo te zien, ook wel touwtjes hier. Dus dat ligt, misschien komt dat nog wel van passen. Maar het is een lange jurk, dus het is heel lastig om dat te laten zien. Maar ik ga hem uiteraard gewoon weer passen. En de laatste jurk, en die heb ik ook meteen aangetrokken met de schoenen. Ik denk dat ik deze jurk gewoon morgen naar mijn werk aantrek. Ik vind hem echt super leuk. Dit is echt, ik hou hiervan. En normaal zijn mijn jurken niet zo lang. Ik moet zeggen, dit is denk ik een van de langste jurken die ik heb. Normaal zijn ze net iets tot over de knie, onder de knie, zeg maar dat. En dit is echt een maxi jurk. Maar ik vind hem wel leuk. Hij is gewoon heel luchtig. En zeker voor, zeg maar, het warme weer en zo. De mouwtjes zijn leuk. Ik vind dit ook echt oprecht. Ja, ik weet niet waarom mensen hier niet per se fan van waren. Maar ik vind het leuk, subtiel. Want ik vind, ja, weet je, je moet niet te uitgebreid zijn, want de print is al, doet al heel veel. Dat je hier een touwtje hebt, zeg maar, om hem aan te trekken, dat vind ik heel leuk. Dus je kan hem ook gewoon helemaal getaped maken. Dat moet ik nog wel beter doen, hoor. Want het is nu gewoon heel, noem je dat? Ja, maar het zorgt er wel voor dat het niet een zo'n hobbelzak wordt, want bij zo'n jurk al redelijk snel kan. Dus ja, ik hou ervan. En nogmaals, Het ziet eruit alsof ik iets meer heb gegeten dan normaal. In plaats van dat ik 20 weken zwanger ben. Maar zoiets denk ik. Ik weet niet. Ik ben zit te smoren. Ja, nee. Ik hou ervan. Dit is echt een topjurk. Had ik ook wel ergens van verwacht op het eerste gezicht. Maar ja, ik hou ervan. Dit wordt denk ik echt wel een van mijn lievelingsjurken de komende tijd. En de schoenen. Wacht even. Geen idee of jullie er zoiets van zien. Maar of zo, maar ik vind ze echt super fijn. En het heeft een hele fijne schoenenbed, waardoor het echt heel zacht is erin. Dus ja, enthousiast. Dit is echt, ik denk, van alles waar ik nog het meest enthousiast van ben. En gewoon puur omdat het stofje zo licht is, is niet te veel stof, hè. Maar dit is gewoon, dit is een soort van mijn lievelingsoutfit, denk ik. Ook al is het de meest simpele misschien, maar I don't know. Ik hou hier gewoon van. Gewoon, weet je, zeker als het heel warm is buiten, dan wil je gewoon niet veel stof om je lijf hebben. Dus misschien is dat ook de reden waarom. Maar het is echt zo'n jurk wat een beetje op het randje staat met hobbelzakje. Maar omdat het zo'n touwtje heeft, dan valt het ook wel weer mee. En ik denk dat ik er echt heel veel plezier van ga hebben. En dat was het. Dat was mijn shoplog. Ik hoop dat jullie deze video weer eens leuk vonden. Zo ja, vergeet niet duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kun je hieronder doen. En als je notificatiebelletje daarnaast aanzet, dan word je als het goed is door YouTube geïnformeerd als ik weer geüpload heb. Als het goed is, ben ik er gewoon volgende week zondag om 8 uur. En dan hoop ik dat je weer gaat kijken. Tot dan. Doei.